En dat doen we nog open. Sukkel. Ja, leven niet. Help! Hashtag help Simon in de comments. Voor de eerste dag naar de social house. Het was een bom. Oh, Mietje. Kom, we gaan gewoon slapen. Hallo iedereen, ik ben Stien en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag heb ik voor jullie een video met allemaal video's die de video's niet hebben gehaald. Ik hoop dat jullie kunnen volgen. Het is dus een YouTube video met allemaal fragmentjes van andere YouTube video's die net niet goed genoeg waren of niet lang genoeg waren of om andere redenen gewoon niet in mijn YouTube video's zijn gekomen. En vandaag ga ik die aan jullie laten zien. Ik ben heel benieuwd wat jullie ervan gaan vinden. Er zijn ook redelijk oude fragmenten bij van bijvoorbeeld mij en Simon op het gala toen we elkaar voor het eerst ontmoeten. Of bijvoorbeeld van de social house toen ik probeerde te vloggen, maar ik heb maar één dag gevlogd, dus dat is ook niet echt goed gekomen. Of andere dingen behind the scenes, dus die gaan jullie vandaag allemaal zien. Maar voordat we gaan beginnen, vergeet natuurlijk geen duimpje omhoog te doen, te abonneren op mijn kanaal en ja, laten we dan maar beginnen. Let's go! En ik ga vandaag voor de eerste dag naar de social house. En dit neem ik allemaal mee. Echt heel veel. Ik heb 3 valiezen, een tas. En deze avocado moet gewoon mee voor in mijn bed. Zo slaap ik niet alleen. Oké, ik ben er. Ik ga nu coronatest doen. De rest is ook al toegekomen daar. Oké, ik ben negatief. Yes. Stel je voor, maar weet je het al 100% zeker? Nee, ze heeft toch niet gezegd, maar ik heb het Maar ze heeft gespiekt. Jij durft. Het is er echt nice, man. Oeh! Oké, we zijn in het luchtvaartmuseum. Het is echt zot. Echt superveel vliegtuigen. Kijk daar. Wow. A big one. Echt cool. Mijn lieveling is de helikopter daar. Ik had een foto in mijn story gezet. Zegt. Ja, kijk. Het is echt mooi. En daar zijn allemaal kleine vliegtuigjes die wel echt schattig zijn. Ik dacht dat het een kleine zitting was. Ja, je zou dus een mini vliegtuig was, maar een bom. Oké, nu gaan we in een vliegtuig. Een heel speciaal vliegtuig. Kijk, het is een beetje een helikopterachtig iets. Een helikopterachtig iets. Maar zie je dat er een propeller aanhangt? Dat er een helikopter is. Hè? Cool. Lego. Dat waren de zitjes. Ja. Dat waren de parachuten. Ja. Wow, check dit. Cockpit. Zeg. Ik weet het nog doen. Oh, oei, dat staan we dat zich. Of gaat er muziek in? Ja, muziek en Lilo. Let's go! Ik ga wel terwijl een TikTok maken, sorry baboel. Wat? Dus ik ga before en after. Een before foto en een after foto. Niet zo dicht. Ja, dat is niet dicht. Lachen. Mooi zijn. En nu een TikTok ervan maken. Mag ik dat? Ja. En dan doe ik zo resultaten zichtbaar. Nee, wat doe ik? Ik kan ook maar een normaal meisje zijn. Voor couples TikToks. Zeg. Dat is kei raar! Dit ga ik al filmen voor TikTok. Nee. Jawel, jij moet een shot van zijn. I'm gonna make myself belachelijk on the internet again. Hey, you want a date? Wat is dit? Ik verschiet altijd. Dat is echt een brekstatief. Oké. Oh my god. Help! Hashtag help Simon in de comments. Ik word echt weg van Steam. Niet overdrijven. This is me. Dat is wel fucking cute. Ja, dat is wel echt cute. Ben ik cute? Oké, nog een shot voor TikTok. Ah, ik dacht voor Tinder. Ik dacht zo, ja. Oké, niks is hier open. Dus we zijn gewoon eten aan het kopen. Ja. In het lijst. Set.
mij filmen. Ah, moet ik u filmen? Maar ik ben zelf niet filmen. Waarom mag ik opwerken? Hier. Steen, ik ben mijn leven aan het riskeren. Kom. Maar kijk, Ruben is zijn leven aan het riskeren. En nu spring ik liefste vlog. Ze negeert gewoon. Hallo, ik wil in de vlog komen. Hallo? Gaat je even springen? Hallo, mag ik in de vlog komen? Tuurlijk! Superleuk. Hallo, ik ben Eva aangenaam. Ja, moet nu. Dag en bedankt. Dag. Ik ben ze niet komen. Oké. Wacht, je moet even scherp staan. Ja. Hoe laat is het? Het is nu bijna drie. Het is eigenlijk 3 uur juist. 3 uur, oh my god. Oké, we zijn nu... Niet aangereden worden. Nee. We zijn nu onderweg naar huis, te voet. Nee, oké, ik ga gewoon meerijden weer met Ruben. En morgen moet ik keivroeg opstaan. Want ik heb om 9:30, nee, om 9:45 training. Dus ik moet om 9:00 opstaan. Komt goed toch? Maar ja, ik ga gewoon kunnen. Hè? Strijden. En dan moet ik ook nog studeren, want ik heb maandag examen. Nog beter? Mm-hmm. Het kan alleen maar beter worden. Wow, love my life! Hey! Oké, maar dus we zijn nu onderweg naar de auto van Ruben. Jeps. En het is echt super koud. Ja, maar ik heb een sjaal, dus ja. Lukzak? Ik heb gewoon een leren vestje, dat is kei koud, maar oké. Kijk, we gaan gewoon naar de kleine auto van Ruben. En dan gaan we gewoon nog even party doen. Tuurlijk. En dan gaan we gewoon naar huis. Dan gaan we niet slapen. Nee, maar... Morgen moet ik voor opstaan. Oh my god, hey dit. Maar kijk. Komt goed, hè? Vallen, hè? Nee. Mooi vlog, man. Voor de mensen die denken dat we alcohol hebben gedronken, nee. We hebben gewoon water gedronken. Ja. Maar het is gewoon zo laat en we zijn gewoon hype. Hipper. We zijn gewoon hype. Hype. Hipper. Niet hype. Dat is nog erger, hè? We hebben niet gedronken, we zijn gewoon high. Nee, kijk, het is 3 uur s'nachts, weet je. Dan is iedereen een beetje moe. Ja, dat is waar. Woehoe, we zijn er. Ga jij langs de andere kant? Ja. Oké. Okay. Oh, dat ben ik nog niet dood. Ik moet pissen, daar wanneer jij met ticketjes te zijn. We gaan overleven, hè. Ik hoop dat ik het ga overleven. Ah ja, die is kapot. Met Ruben aan het sturen weet je nooit, hè. Ik was een half uur te laat, maar... Chillen. Nee, kom bijna af. Was dat een probleem? Nu gaat het komen. Ja, wat zeiden ze eigenlijk? Hebben wij geen keuze toen we kunnen pakken? Ja, kies maar een route. Voor mij chicken, oké, kijk, het is denk 3:30 s'nachts. En wij dachten, kom, we gaan even naar de McDrive. Waarom niet? Zit alsjeblieft. Dus we zijn even een McDrive aan het bestellen. En ja. Oké. Top! Maar die haat haar leven echt. Maar om 3:30 s'nachts en dat doen we lopen. Sukkel. Haat haar leven echt, ja. Nee. Oh. Ruben, ik schrijf het allemaal over, hè. Dat weet je toch. Ja, ik ook. Wat doen wij met ons leven? Nee, maar deze moeten jullie wel overschrijven. Ja, maar hou je rekening dan mee. Dan morgen eens terugkijken en zo. Ah, oké. Maar besef, Lilo gaat deze vlog editen. Maar Lilo is een vriendin van mij. Nee. Dus gaat echt denken van, what the fuck doet Steen in haar leven? Oh. Maar oké, zij is wel erger gewoon, dus chill. Oh, ja. Hey, ik kan het, hè. Wauw. Zot, hè. Ik kijk tutorials. Dat stoel is wel even... Serieus? Nee, Oké. Ik heb nog honger. Ik ga een kom... Je hebt net al letterlijk een hele challenge box opgegeten. Maar ik heb keihard honger. En hij heeft nog honger. Oh, Mietje heb ik geen dag kunnen zeggen. Goed. Maar kom, man. Ik val in slaap. Die zin van mijn eigenlijk zo. Kom, we gaan gewoon slapen.
Zo, dit was de video. Hopelijk hebben jullie ervan genoten. Ik zie jullie terug zondag voor een nieuwe video. Abonneer zeker op mijn kanaal. Like de video en volg mij op Instagram, want daar ga ik heel coole foto's plaatsen binnenkort. En er komen heel leuke dingen aan, dus hou mijn kanaal allemaal in de gaten. Ciao!